Hey, daar ligt het dan. In goede aarde, op hooggrond, tuincompost. We zijn hier in Appelscha, 14 meter boven NAP. En we maken een hugenbed. Onder leiding van hovenier Okke Oosterhuis van In Goede Aarde. Die kaart liggen. En jij ook. En hier zit dus organisch materiaal in. Maar ik begrijp dat In Goede Aarde jouw bedrijfje, dat jullie wel vaker, of dat jij wel vaker met mensen samenwerkt in de tuin. Ja. Ja. Dat is een beetje jouw werkwijze, hè? Geloof ik. Ja, ik vind het wel leuk als mensen zelf inderdaad meehelpen. Ja. Ze staan daar niet in je nek te hijgen, zeg maar werken mee. Ja. Ja, met... leuk als je dat samen, bijvoorbeeld dat mensen zelf, zijn ze ook zelf bij betrokken. Ja. En dan werkzaamheden samen doet. En het is ook gewoon leuk voor het contact, dat je niet alleen mensen... Dus niet dat klassieke hoveniersverhaal van ik maak een plan en ik rol dat uit en een tuinarchitect en zus en zo en dit en dat. Maar tenzij iemand dat natuurlijk echt wil. Precies, het is iets laagdrempeliger. Ja. Het ontstaat een beetje in het contact. Natuurlijk, je maakt wel een soort plan samen. Ja. Het is wel leuk als mensen ook zelf met dingen komen. Want het is ook hun tuin. Dus dan zijn ze zelf ook... Medeverantwoordelijk ook. Ja, medeverantwoordelijk. Maar ook dat ze zelf betrokken zijn bij het... de natuur eigenlijk in hun eigen omgeving. Ja, dat is zeker. Het is leuk om die randen misschien wat rond te laten lopen. Ja, in de... Met het gras mee, zeg maar. Ja. Dat het een beetje in elkaar... ja, zeker. Ja, ja, goed idee. Oké. Okay. Kijk, mooi. Ik weet niet waar die heen, waar die kunnen doen. Spirea japonica. Kijk eens mensen, wat een rijkdom. Mogen worden hoor. Ik doe nog witte klaas, maar daar ga ik hem niet bij zetten.